Welk soort leer is het leer van een rolstoel gemaakt? Stoelenleer of zo? Ik weet niet. Antiloopleer. En welkom bij een gloednieuwe aflevering van... Train Simulator! Ja, en zoals je vandaag ziet een... Voor het eerst dat ik in deze trein ga rijden. Oh, dat heeft een reden. En dat betekent dat ik nu al de deuren niet open krijg. Dus de reden is dat je depressief bent. Oh nee, vreselijk. Ik wou echt een keer heel graag in een andere trein rijden. En ik heb één keer heb ik een keer in deze trein gereden. Maar wat vind ik die vreselijk. Maar de passagiers zijn ingestapt. Wat een smerige trein. Oh, godverdamme. Dimitri, jij bent er ook weer bij. En we hebben 20 minuten de tijd om aardig wat reacties te behandelen. 20 minuten, maar... Ja. Oh, oh net toch. Was het nog langer, oh. Nee, dat scenario dat start op een rare manier niet. Oh. Even kijken hoor, Den Helder. Maar voor het eerst dus dat ik in... Den Helder, ja. Met deze trein rij. En waarschijnlijk ook de laatste keer. Ja, zoiets jou vooruit, oké. En dan moet deze, dacht ik, hierop staan. Want wat vind je zo erg aan deze trein? Het is toch eigenlijk in principe gewoon een SLT? Alleen hij ziet er dan een beetje anders uit, hè? Ja, van buiten ziet hij hetzelfde uit tegenwoordig. Wacht even. Kijk. Qua kleuren. En als het goed is... Moet hij het nou... Ik heb hem nou ingedrukt. Oh, wat vind ik dit echt een... En misschien moet ik hem eens een keer... kijk, weet je wat het is? Je kan niet... Iets oordelen, zeg maar, als je het nog nooit geprobeerd hebt. Snap je wat ik bedoel? Nee, jij zit wel de hele tijd te zeggen van... Ja, wat een rottrein. Hij rijdt traag, ja. Nee, ja, maar nu gaat het zelf eens even met eigen ogen zien. Kijk, ik vind die knoppen erop. Ja, jij ziet hem nu niet, maar dat zie je straks wel. Dat vind ik echt heel naar, maar goed. Even kijken, want je kan ook met cruise control werken. Ik heb het wel eens gedaan, maar hoe ging dat ook? Je moest hier iets met die schakelaar doen. Ik dacht dat je dan deze knop naar... Sowieso in het midden moest zetten en dan... Dan ontploft de trein. Wacht. Deze trein heeft serieus niet eens dingen, hoe heet dat? ATB. Nee. Oh, lekker dan. Ik weet ook echt niet, ik heb serieus, ja, misschien had ik eventjes de... Maar trouwens, ik zat pas wel in een SGM... Toen hoorde ik opeens een belletje. Ik zat helemaal voorin. Dat is toch de ATM? ATB. ATB. Ja, hij zit er ook wel in hoor. In het echte, maar hij zit gewoon nog niet in deze versie volgens mij van Chris Trains. Oh. Want een belletje, dan gaat hij te hard toch? Ja, het ligt er aan. Wat voor belletje? Oké, we mogen gas geven. Zie ik. Tring, tring, tring. Dat betekent dat je op een goede snelheid hebt. Maar Dimi, snel. Het was een belletje helemaal achter, de hele tijd geringel achter elkaar. Ja, dat betekent dat hij te hard rijdt. Ja, dat was de hele tijd. Dat hoorde ik de hele rit bijna door. Dus volgens mij reed hij aardig door, de trein. Dimi, comments. Ja, sorry. Laten we met de eerste beginnen. Dat is van de train simulator van jou van een paar weken geleden. Anderhalf week geleden. Vlissingen naar Goes. Daar zegt wat de fuck gamers op. Als je in Goes komt, kom dan naar Bakshop. Open dag, ik ben daar ook. Ja, ben ik geweest. Ja. Kort en krachtig. Ja, oké. Spoorwegovergangen Drenthe die zegt... Je hebt last van een bug zijn op 2.0 in je video. Ja, ik zou ook niet weten hoe ik het kan oplossen, spoorwegovergangen. Ik zit heel even een beetje te... Ja, rijdt de trein inmiddels al? Ja, we zijn al lang aan het rijden hoor. Oh. Ik zit een beetje de knop uit te testen. Maar als het goed is moet hij nou op automatisch gaan, dacht ik. Zo ongeveer. Oké, ik heb de volgende comment alweer. Ja, ga maar door. Ja, ik ga er wel even doorheen, weet je wel. Want het zijn echt heel veel comments. Ik denk dat ik het nog geen eens ga halen. Ik weet ook nog ineens of ik aan de moppen toe kom, maar dat zien we zo wel. Kaien Smit die zegt, ik heb mijn vriendin ontmoet in de trein, omdat hij vol zat en er naast mij nog plek was. Ze vroeg om hem te mogen zitten en ja, ze was best wel mooi en we hebben dingen gemeen. Dus ik vroeg waar woon je en toen spraken we af en nu heb ik een relatie met haar. Kaien Smit is echt een held joh, Dimi. Ik maakte hem wat als radio zeg maar. En dat, Dimi die weet dat, maar ik denk de kijker nog niet. En...
We hadden hem gewoon toen eens in de uitzending gebeld en gewoon eens gevraagd van, joh, wat vind je nou van Game Channel? En hij wist gewoon precies wat, wanneer en alles kwam. En dan ben je toch wel een echte fan. Inderdaad een fan, dan ben je een held. Ja. Ik zie alleen Klopt. Dat die trein een beetje afremt op een of andere ramen. Maar ja, over dat verhaal van die vriendin in de trein. Ik heb nog geen vriendin en ik hoop ook op deze manier aan mijn vriendin een keer te komen, weet je wel. Dat ik gewoon naast een meid ga zitten in de trein of zij komt naast mij zitten. Zou je wel willen, hè? Ja. Nee, maar ik ga wel eens naast een meid zitten in de trein en dan praat ik wel met een beetje... Toch wel? Durf je dat? Nee. Nee, even serieus, dat durf ik gewoon hoor. Maar zeg jij nou maar. dat is iets tussen. Niet te kijken buiten sluiten, hè? Nee. Oh, wacht, ik zit net te kijken. Volgens mij heb ik de frontzijde nog niet eens aan. Nou ja, dat lijkt me inderdaad ook wel leuk, zoiets. Wat Kajen Smit zegt. Ja. Oké. Okay. Heb ik ook een reactie van de Dutch Wesley en die zegt: dat wil ik ook. Okay. Die is het dus met me eens. Die wil hetzelfde als ik en Kajen Smit. Ja. Buspotter Channel die zegt: we kunnen samen een fictieve route bouwen. Ja, dat is iets als koplopen mouw. Ja, ik heb er een beetje in zitten kijken. En er waren nog meer reacties daar inderdaad. Er zei nog iemand dat had ik gezien. Kan. Alleen kan. Ik wil wel kijken. Ik zou graag wel een goede uitleg willen. Want dat is... Ja... Kijk, ik kan wel laten zien, oké, dit en dit. En, maar ik wil gewoon nog een goede uitleg. En dan sta ik wel weer open op zich. Dus op zich... Klopt. Trainspot de 12 die zegt, dit moet doorgaan. Ik heb alleen geen idee wat. Ik denk het scenario, of niet? Ja, jij hebt het scenario gespeeld, bedoel ik. Ja, en gemaakt. Dat is echt goed, hè. En gemaakt. Dus ik denk dat het iets aan jou is. Ja, het was echt vet om te maken. Ik ben trouwens nou wil ik weer een iets nieuws gaan maken, maar heb jij daar een geweldig idee voor, laat het gerust weten. Een trein die explodeert gaat helaas niet lukken, maar een SGM met pech scoort altijd punten natuurlijk. Of een bommelding. Nou, op zich, Dimi. Dat is nog niet eens zo'n slecht idee van mij. Ja, en dan gewoon ergens in midden Nederland, weet je, dat je gewoon om moet rijden of zo. Dat is wel een goed idee. Maar ik haal een route en een scenario altijd door elkaar. Dan zeg ik, jij hebt een route gebouwd, maar jij hebt een scenario gebouwd. Ja, een route is gewoon de Zeeuwse lijn. En een scenario is zeg maar iets wat gebeurt, zeg maar. Kijk, als jij... Ja, zeg maar, een route is bijvoorbeeld van Rotterdam naar Amsterdam. Dat is een route, toch? Wat gewoon gebouwd is, zeg maar. Kijk, het scenario, dat begint eigenlijk pas met de trein. Maar Dimi, ik denk dat je even moet kijken naar de tutorial die ik een tijdje geleden geüpload heb. Oh ja, moet ik zelf even kijken. Ja. Heb ik zelf nog niet gekeken, want ik heb al die treinen niet, weet je. Dan moet ik ook nog een keer achterna. Komt goed. Dan zegt, what the fuck gamers, heb je alles zelf gebouwd? En heb jij op gereageerd, zie ik. Ja, klopt. Met het account van Game Channel. Dutch Dog Gaming die zegt, ik vind het een prachtige route. Is het ook, echt waar. Maar alleen de maker ervan is al heel lang niet meer op het treinpunt geweest. Dus ik vrees helaas dat het tot Roosendaal niet meer verder gemaakt gaat worden. Of tenminste vet ontwikkeld geworden. Want er zijn nog wel een hele hoop punten dat ik zeg van, nou ja, op zich, hè, weet je. Jammer. Ja, het zou eigenlijk mooi zijn als ze allemaal een hele grote route maken. Dat gewoon heel Nederland... Nou, eigenlijk zou er gewoon een grote Skype-sessie moeten zijn dat er gewoon mensen samenwerken, weet je. Zullen wij daar eens achterna gaan? Nou, dat is heel lastig. Maar als je het voor elkaar krijgt, Dimi... Kijk, al die mensen contacteren. Ik vind een scenario maken vind ik leuk. Oh. Ja, dan heb je altijd weer een van... Dit wil ik niet. En de ander zegt, ja, dat is juist leuk. En dan komt het er uiteindelijk toch niet van. Nee, dat ik een andere mening heb, weet je wel. Klopt. Ik denk dat dat er ook een beetje op neerkomt, ja. Klevers Verzon Jacobus, die zegt, leuk scenario. Ik heb gehoord dat de route van Rotterdam binnenkort uitkomt. Wil je dan op die route rijden? Ja, mij lijkt het wel leuk. Ik weet niet of jij dat ook zo... Ik weet niet of die binnenkort uitkomt. Maar volgens mij waren ze nog niet zo ver. Maar ze zijn momenteel met heel veel routes bezig. Maar als die over is, maar natuurlijk. Ja, dan gaan we ook rijden, toch? Ja, zeker. Ik kopen we langs, langs Rotterdam. Daar woon ik vlakbij. Ik kijk heel erg op naar de route van Schiphol. Oh ja, die tunnel. Daar zijn ze nou verschillend. Die zijn er nou mee bezig, dacht ik. Dat hadden meerdere mensen gezien hadden. Maar als laatst ook heel iets bijzonders zag ik dat
Iemand zei, ja, ik ben bijna klaar. Ik moet alleen nog de stations en de sporen neerleggen. Maar ik weet niet, maar als je de sporen nog moet neerleggen... dan lijkt mij ook dat je de wissels en zo nog moet doen. En de seinen en de... Ja. Het is helemaal niet zo makkelijk als je lijkt. Ik, Nee, maar hoe heet dat? Een tunnel. Ja, hoe gaan ze dat dan doen, joh? Ik heb geen idee. Ja, je moet toch door een tunnel bij Schiphol? Ja, ik denk gaan dat ze bovengronds wel... doen? Ik denk dat het wel te doen is, hoor. Ik ben benieuwd. Ik ook, maar zodra die uit is, dan zou je hem gelijk zien op Game Channel. De laptop Dutchie Gaming die zegt... Sorry van de tweede reactie een week geleden met een week later met de Lin. Want toen had ik de vraag nog een keer gesteld. Oh. Hij heeft twee keer een vraag gesteld. Nou, ja. Ja, ik had maakt het gezien. Niet uit, maakt niet uit. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Doen we niet moeilijk over. Light Gamers HD, onze treinwinnaar van de eerste giveaway. Ja, inderdaad. Hè? Dat, ik dacht dat wel, ken ik hem ook weer van, maar dat was daar inderdaad van. Ja. Ik kan je helpen met route bouwen, alles uitleggen en zo. Maar op zich. Ja, hulp is altijd welkom, toch? Ik wil dat ooit nog wel een keer doen, weet je. Maar weet je wat het nou wel gewoon is? Eigenlijk wil ik gewoon dat er een boek of zo is, of een programma, die dat gewoon aan je uit kan leggen in het Nederlands. Ik heb hem wel een beetje... een boek in de winkel uitbrengen. Ja, ik koop het hoor. Ik ben je eerste klant. Echt waar. Oh ja, ik heb trouwens ook mijn bril op, zie ik nu zelf ook weer. Ja, ik heb hem ook maar weer op. Maar wij hebben het over oog laten lezen een beetje. Maar we zijn een beetje, ja... Ik had het erover tegen Dimi, maar ik zei... Ik weet niet of ik dat wel durf. Ja, als je oog... als het fout gaat, dan loop je met één blind oog door het leven. Ja, precies. Ja, als je nou een miljoen schadevergoeding kreeg, nou ja, dan had ik nog gezegd graag. Nou ja, dan moet je wel nagaan. Je kan nooit meer werken. En een miljoen... Als je dat uitrekent, was je nog jong, hè? Hoezo kan je nooit meer werken dan? Ja, wat ik met één oog kan je gewoon werken? Eén oog kan wel, ja, op zich. Ja, kijk, je gaat toch niet allebei je ogen laten doen? Gewoon dit oog en dan een uur later dat oog. En dan als het dan mis gaat, ben je gewoon blind. Ik dacht dat je een paar dagen nodig had dat het om te laten verwerken of zoiets. Ja, daarom denk ik ook gewoon eerst je ene oog. Ja. Doe je daar gewoon, weet je, als een lamp op. En dan loop je, kan je gewoon met het andere oog kan je gewoon nog kijken. Weet je wel? En als het dan misgaat met dat ene oog, ja, dan ga je andere oog natuurlijk niet laten doen. Nee. Is het ene oog gelukt, dan ga je voor dat andere oog. Gaat het dan mis, dan heb je ook nog alsnog één oog. Maar ja, één oog waar je wel goed mee kijkt dan. Maar ja, ja, meestal gaat het gewoon goed, weet je. Maar ja, als het misgaat, je zou maar net zien dat jij de spineut bent, inderdaad. Ik zie het ook een beetje tegen, maar ik wil het wel heel graag. Dus, ja, klopt. Maar ja, één oog. Ja, het is natuurlijk wel vervelend. Maar ja, daar wen je uiteindelijk wel aan, denk ik. Maar ja, ik heb liever toch maar allebei mijn ogen, hoor. Ja, klopt. Van één oog in het leven. Dimi, the next comment. Verstop. Treinspotter 12, ja, ik zat even te lezen. Treinspotter 12, die zegt mooie route. Ja, toppie. Ja, toppie. Wil je een keer van uit Geest naar Den Helder rijden met de DDZ? Zegt Max Yolo. Dacht dat het scenario van Bliefjes 92 was. Dacht ik even uit mijn hoofd zoiets. Of dat maar ik heb hem ergens wel voorbij zien komen. Kunnen we doen. Alleen ik dacht dat Bliefjes een scenario had gemaakt. Maar hij zei tegen mij, hier heb je mijn scenario. Want we wisselen dan een beetje scenario's uit, weet je. Hij was ik de eerste die de mijne testte. En we hadden de afgelopen tijd al heel vaak met de Virm gereden. Dus we dachten, nou... Laten we eens wat anders doen. En over DDZ gesproken, een tijdje terug, ik geloof al een maand of meer dan een maand terug, hadden we een train simulator met de DDZ. En we hebben er nog steeds geen 25 duimpjes omhoog. Dus dat was een beetje van, ja, bij de 25 duimpjes gingen we een special met de mat doen. Maar helaas. Helaas. Het is er met nog niet. Met de mat 24, toch? Oh ja, ja, sorry, sorry. Goed dat je me verbetert, Jimmy. Je bent alert vandaag. Ik ben alert. Thijs 1293 die zegt goed gemaakt. Ja, oké. Okay. De volgende. Bedankt. Ja. Bedankt. Dan gaan we naar de volgende video. Dat gaat over de fictieve route van Koploper Mouw. Koploper Mouw die zegt wel goed lezen. Wat er in de berichten staat, dan wist je dat je moest keren. En dan zo'n smiley, weet je wel. Ja. Ja. Zo. Nee, oké, okay, ja. Ik snap. En toen, hoe heet dat? Dan zei Kai en Smit nog, ja, dat is niet zo interessant. Nee. Gaan we verder. Spoorweg, overgangen, Drenthe. Je kan net als Blivius ook elke twee dagen online zetten. Ja, we zijn een beetje aan het... Een beetje aan het testen wat goed want dat scoort. Was, wat goed scoort, om we... Kijk, weet je wat het is? Kijk, Dimi die kan daar wel comments voorlezen. En dat is wel leuk, één keer per week en zo. Maar
Ik vind het een beetje jammer. Kijk, als Demi niet ook Train Simulator kunt doen. Dus kijk, ik zou het wel heel graag willen, maar ik denk ook aan Demi. En dat vind ik een beetje... vind ik niet zo, beleefd eigenlijk om dat te doen. Ik hoop natuurlijk dat daar wel de nodige dingen voor zijn. De nodige... Hoe moet ik dat uitleggen? Moet ik dat mooi verwoorden? Begrip. Die zocht ik dat woord. Maar af en toe... Af en toe een special zou toch wel kunnen of zo? Ja, klopt. Want Maarten Boot die zegt ook... Het is een leuke idee om het vaker te doen. Want het was ook de eerste keer dat het op zaterdag was. Maar misschien is het leuk... Is het handig om het niet achter elkaar te doen? Dus bijvoorbeeld dat je op dinsdag Train Simulator doet, donderdag nee. Minecraft minigames, zaterdag Train Simulator. Ik snap hem. Ja, want ja, het was natuurlijk donderdag en dan weer zaterdag. Dus twee keer achter elkaar. Ja, maar we zitten... Euro Truck Simulator was best wel goed. En leuke reacties ook op. Ja, ik zal volgende week wel even behandelen, want dat gaan we daar denk ik niet meer halen. Maar, We moeten er nog aardig wat. Ik had wel gezien dat er... hoe heet dat? Ik had wel gezien dat er aardig dat de reacties goed waren. En op zich wel leuk om misschien... om dat ook een beetje in onze planning te gooien. Maar eigenlijk, Demi, we zitten echt te brainstormen... van wat zou nou de ideale samenstelling zijn... dat we het gewoon ook leuk voor jou kunnen maken... maar ook leuk voor ons, weet je? Kijk, want GTA, ik zeg het gewoon eerlijk. Ik vind het leuk om te spelen, maar het bugt gewoon zoveel. Het bugt veel en de opname hapert. En het is wel leuk een keer een wagen opblazen, weet je. Het is geweldig, maar voor de opname is het niet echt... Ja, nee, precies. Beetje bukkerig. 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 Oh, wat ben jij nou? Wij bukkeren. Ja, precies. Okay. Ga verder, Demi. Ik ga er even snel doorheen. Ja, prima. Daan van Beek die zegt, bij mij pakt hij de rails niet en ook de grond niet. Ik zie alleen maar wit. Hoe komt dat? En wat moet ik nog downloaden? Ja, altijd vervelend als er een punt en komma's tussen staan. Maar dat zegt Daan van Beek. Ik had hem ook gezien, maar ik heb hem nog niet beantwoord. En dat eigenlijk alleen puur omdat ik het alleen wil zeggen. Kijk eventjes mijn tutorial die ik precies diezelfde dag heb gedownload. Hoe je treinroutes installeert. Want Koplopermouw heeft een verschrikkelijk duidelijke video, duidelijke tutorial meegeleverd hoe je alles installeert. En als je dat allemaal installeert, weet ik zeker dat dit werkt. Dus dan heb je waarschijnlijk de Europa Real Pack niet. En dat is een van de twee payware dingen die je dan nog niet hebt. Maar dan moet je, ik denk dat dat het probleem is. Ik zou het zo snel niet uit mijn hoofd weten, maar ik denk dat dat het probleem is. Oké, de volgende. Oké, we gaan even snel. Kai en Smit die zegt vaker. Ja. De Bouwers, wat is dit nou voor naam? Wacht, ik kan... Gimse Bouwers NL. Oh, ja, ik heb hem. Ja, okay. Leuke video, bedankt voor je sub. Ik ben al teruggesubbed. Ja, we zijn een beetje mensen aan het benaderen die ook Train Simulator en zo en onze games kijken. En van, misschien vind je het leuk om eens een keer bij ons een kijkje te nemen. Ik bedoel, daar zijn wij gewoon eerlijk over. En... kijk, het is natuurlijk altijd leuk als je een soort van uitnodiging krijgt om kijken onze video's eens een keer. Misschien vind je het leuk om... Maar vind je het niet leuk? Nou, dan niet. Klopt. What the fuck Gamers die zegt, vandaag bij de Dutch YouTube Gathering geweest. Was echt gaaf. Oh, dat is wel een oude reactie. Waar gaan wij er volgend jaar ook naartoe, Demi? Ja, je mag er pas komen, weet je wel, met een stand of ik weet niet hoe dat heet. Dan krijg je zeg maar een VIP-toegang, weet je wel. Dan kom je er echt als YouTuber. Dat kan pas vanaf de 20.000 abonnees. Dus wil je dat wij volgend jaar komen, abonneren. Ik wil wel naar de Dutch YouTube Gathering, maar als we geen 20.000 abonnees hebben, ja, we kunnen wel er naartoe dan. Maar ja, dan komen we bij jullie in de rij en dan moeten we gewoon een kaartje kopen, weet je. Ja, niet dat dat het probleem is, maar ja, ik snap het. Ik vind dat niet, dan kom je er niet echt als YouTuber, weet je. Nee, klopt. Ik denk dat we er inderdaad nog een beetje te klein voor zijn. Maar we willen het zeker. Kijk, het is natuurlijk wel het leukste als wij wat meer mensen kennen. Dat we er naartoe gaan en meer mensen ons kunnen zien. Dan als wij er naartoe gaan, we komen alleen WTF Games tegen, weet je, zoiets. Klopt, weet je, want als wij 20.000 abonnees hebben, denk ik dat andere YouTubers ons ook kennen. Maar in ieder geval... Ga verder. Ja, we zien het wel. De Dutch Dog Gamers die zegt, Train Simulator vaker doen. Ik zeg even Apeldoorn bellen. En nog even heel snel terug te komen. Wat 1500 abonnees, Demi? Ja. Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, dat weet ik niet. Ja, je zegt het nu al elke aflevering, weet je. Ik ga Dimi even flink te grazen nemen op iets. Maar ik heb wel, hij weet het een deel. Maar het leukere deel weet hij nog niet. Dus ben je nog niet geabonneerd en kijk je onze video's altijd, abonneer gerust. Dan zie je het vanzelf komen. En het is iets, geen game video, dat kan ik je wel vertellen. Dus een andere video. Met een camera. Ook denk Dimi. Volgende reactie, Dimi. Want we zijn al bijna bij Den Helder Zuid. En daarna hebben we het eindstation al. Nu al? Ja, gas erop. Nu al? Ja, Den Helder Zuid, daarna Den Helder. Oh. 20 minuten, hè? Nou, dan mag ik opschieten. Ja, hoeft niet alles. Doe maar even snel. Ja, het zijn er nog vier. Oh, nou, dus als we gewoon er gelijk even doorheen gaan. De Dutch Dog Gamer zegt, oh ja, dat heb ik al gehad. Vaker doen leuke video's, blijven je supporten, zegt Klever Son Jacobus. Leuk om te horen, ja. Ja, Max Jolo die zegt, wil je een keer met de goederentrein rijden? Dat kunnen we een keer doen op zich. Ook een keer doen. En dan zegt Max Jolo ook nog, wat is jouw favoriete trein? De Verum. Ja, bij jou de Verum. Maar dat is hij natuurlijk al. Bij mij... Verum rijdt ja, wel lekker in train simulator. Mag ik het zeggen? Ja, is goed. Mat Want ik weet het wel. De... Hoe heet die trein nou? De GTW. Ja, op zich een leuk treintje, ja. Ja, bij mij ook wel in de... Je zei het vorige keer. Ja, en de Verum sluit ik ook wel aan. Die rijdt wel lekker. Maar we rijden er altijd een beetje te vaak in gereden afgelopen weken. Ik zag dat we eigenlijk twee keer achter elkaar met de Verum hadden gereden. Dat vond ik een beetje... Dus ik denk, nou, laten we eens afwisselen doen. En dus met deze geweldige SGM gaan rijden. Oh. Ja, maar weet je wat het met de Verum is? Kijk, als je in Nederland met de trein gaat, zit je toch wel... Als je een heel groot, lang stuk moet rijden, zit je altijd wel in de Verum. Klopt. Echt wel zeldzaam als je niet in de Verum zit. Als je bijvoorbeeld van Vlissingen naar Groningen moet rijden, dan moet je een paar keer overstappen. Ik weet zeker dat je één keer in de Verum komt te zitten. Oh, ik weet het wel vaak. Is het niet heen, dan is het wel terug. Ik weet het wel vaak. Ik denk wel vaker, want hier rijden alleen maar Verums dus. Oh ja, maar dan noemen we bijvoorbeeld van Maastricht naar Groningen. Ik weet zeker dat je, is het niet heen, dan is het wel terug, in de DD... In de DDZ of in de Verum zit. DDZ zijn er niet zo heel veel hoor. Maar ik vind ze wel mooi. Ja, ik zit ook wel vaak in de DDZ. Maar ik bedoel, je zit sowieso in de Verum. Dat weet ik zeker. Ja. Die rijden zoveel, die dingen. Dat waren de reacties? Ja, ik wou nog zeggen over de Verum. Ik zat pas in een Verum met de blauwe stoelen. Mm-hmm. En rode stoelen in de eerste klas. Dat is de nieuwe Verum. Ja. Als jij het zegt. Die rijdt ook nog niet echt veel. Nou, nieuwe Verum, gerestaureerde Verum bedoel je dan, denk ik. Ja, de Verum 4 heet die. Ja, ja, ja. Nee, de Verum 4, dat is gewoon een latere variant. Een beetje lastig. Ja, ik snap het ook allemaal maar niet. Hij is van binnen een beetje hetzelfde als, hetzelfde. Ik kan het vergelijken met de DDZ van binnen. Ja. We zijn op Den Helder Zuid. En dat waren ze alweer de comments? Ja, jammer. Ja, klopt. Timmy, we hebben je gemist. Een comment. Heb je die dan wel nog? Timmy, we hebben je gemist. Een comment. Ja, dat is mijn reactie. Of een mop, sorry. Vertel. Nou, hey, jij mag een mop voorzien. Jij bent van de moppen, toch? Sta je op bekend? Oh, moet ik een mop? Ja, een mop? Daar zijn we mee groot geworden. Oh, wacht. Zeg dat dan, ik dacht, wat zeg jij nou allemaal? Wat wil je? Ik heb weer verschillende moppen, blondjes, moppen, raadsels, flauw. Zeg maar, doe maar eens een raadseltje, wel leuk op zich. Oh, godverdamme, komt er weer een hele vieze. Ja, doe maar niet dan. Hoe hou je een oen een eeuwigheid bezig? Geen idee. Kijk onderaan voor het antwoord. Oh, dat was de grap. Ja. Oh. Oké. Okay. snap jij hem? Nee, jij? Nee, dat vond ik wel een hele aparte, die wou ik je even vertellen. Ja, oké. Okay. Nou ja, de volgende dan. van welk soort leer is het leer van een rolstoel gemaakt? Stoelenleer of zo? Ik weet niet. Antiloopleer. die is wel goed. Ja, inderdaad. De volgende dan. Nog één? Ja, we zijn nog maar bij Den Helder Zuid. Daarna hebben we het eindstation. Wat loopt van stad naar stad en beweegt niet? Geen idee. Het spoor.
Ja, toepasselijk op zich. Ja, daarom. Nog eentje om het af te leren. Ah, joh, kunnen er nog wel wat hoor. We gaan nou naar het eindstation dus op zich. Wat doet een dom blondje in de woestijn? Kaktussen? Nee, kaktussen. Ja, die is wel heel oud. Die hebben we al twee keer gehad. Stofzuigen. Ja, oké. Okay. Weet je wel, dan ben je nog wel even bezig met stofzuigen. Ja. Beetje, dat doet me een beetje denken aan Barbie, weet je wel? Van Barbie's bruiloft en zo op tv. Dat is ook echt zo'n dom blondje. Wanneer ben je nou echt dik? Weet ik niet. Als je aan beide kanten uit bed valt. Ja, of het bed is te klein. Ja, ik kan ook. Ik zit nog eens te kijken. We hebben nog een kilometer. Ja, anderhalf. Waar koopt een koe zijn kleren? Geen idee. In de boutique. Die heb je al eens gehad, Dimmy. Zeker? Ja. Ik kan hem niet herinneren. Ik heb misschien nog één. Voor wie doet iedereen zijn hoed af? Of zijn pet? Hey, Dimmy! Ja, ik heb mijn haar niet gedaan. Laten we dat maar niet doen. Weet ik niet. Ik heb eindelijk de cruise control uitgevonden. Goh, zo werkt die dus. Oh, ik dacht dat je bedoelde dat ik mijn pet afzette. Nee. Oh. Ik zit even een beetje te spelen. Eindelijk aan het einde weet ik hoe die cruise control ook weer werkt. Oh, heb je ook nog lekker veel aan dan? Ja, joh, we kunnen wel naar het eindstation rijden. Kijk, dan zeggen we gaan nou 70. Dan rent hij af naar 70. Oh, wat prachtig. We gaan vaker met die SGM rijden. Wat een heerlijke trein. Nu opeens wel. Oh. Geweldig. Voor wie doet iedereen de hoed af? Geen idee. Kapper. Nou, dan vertel je wat. Want even heel snel, want we zijn nou net nog 200 meter. Alleen, er was dus een keertje iemand die kwam naar de kapper. En dat was iemand met zijn hoofddoek op. En die wou gewoon... Hoofddoek? Ja, die wou gewoon serieus niet zijn hoofddoek, hoofddeksel afdoen. Dat is toch apart? Waarom kom je dan naar de kapper? Die wil niet zijn hoofddeksel afdoen om naar de kapper te gaan. Ja, dat is toch raar? Hoe wil je dan geknipt worden? Nou, dat weet ik ook niet. Ik vind dat wel lekker even naar de kapper. Oh ja, eronderdoor zo. Ja, zo. Ik denk het, ja. Heel apart. Ik zou zeggen, ga maar lekker naar de ander. Ik wens je succes. Ik wou zeggen. Dimmy, we zijn op het eindstation. Ik vond het toch wel eens leuk om met die SGM te rijden. Het blijft niet mijn favoriete trein, maar ja, we hebben de rit overleefd. Om zo te zeggen, ik zei aan het begin, het gaat een verschrikkelijke rit worden. Het valt mee. Ik vond het gezellig. Laat een leuke comment achter en dan behandelen wij die de volgende keer misschien wel. En dan spreken we je zaterdag weer met dan wel weer GTA, Dimmy. Oh, ja. Toch? Precies. Ja, kan zeggen. Deze week toch ook al? Ja. Oh, wacht. Laat maar. Oké. Ik ben een beetje afgeleid. Afgeleid. Mooie vrouwen. Mooie vrouwen. Precies. Hier op het station, hier op het station zeker. Zonder bescherm. Op het station. Oké, bedankt voor het kijken en tot zaterdag. Ja, doei. Bedankt voor het kijken van Train Simulator voor deze week. Zaterdag zijn we weer terug met GTA. Kun je niet wachten tot dan? En wil je meer van ons zien? Klik dan op de video in het scherm voor onze vorige aflevering van Train Simulator. Bedankt voor het kijken en tot zaterdag.